Iedere part-time alcoholist, want als hij sliep dronken niet, maar voor de rest was er dan altijd drank in huis. En hij was daar volgens mij ook best wel trots op, want ik heb twee oudere broers en wij moesten eigenlijk al op vrij jonge leeftijd met hem meedrinken. Ik ben Merel en vandaag zijn we op het Comenius College, waar het manifest wordt vastgesteld in de hoop dat jongeren gaan stoppen onder de 18 met alcohol drinken. U zei het al een beetje, is dat in landelijk in Nederland het alcoholgebruik onder jongeren tussen 12 en 17 afneemt? Hè? Als rectoren en directeuren van de scholen hier in het Kooi alleen maar reden te meer om hier het belang van te onderstrepen. Want in het Kooi is het helaas iets anders dan landelijk. We hebben hier met elkaar nog wel een slag te slaan. Mijn vrienden begonnen met alcohol drinken. Was voor mij toevallig ook de leeftijd dat ik begon met het zwemmen steeds serieuzer te nemen. En ja, dan kom je op een gegeven moment jezelf tegen. Want je kan niet vrijdagavond helemaal wild gaan en uitgaan en dan zaterdagochtend ook nog trainen. Weet je toch wat de oorzaak van dit probleem is? Waarom gaan jongeren eigenlijk zo vroeg drinken? Nou ja, je hebt wel gewoon jongeren die op een gegeven moment, als ze in de puberteit komen, toch in een bepaald soort experimenteerfase terechtkomen. Dat is iets wat we wel wat meer zien. En in Nederland hebben we natuurlijk ook best wel een behoorlijke drankcultuur. Eigenlijk in de middeleeuwen was ons bier een stuk gezonder dan ons drinkwater. Heeft het alcoholgebruik invloed op het schoolprestaties van de jongeren? Dat lijkt mij vrij duidelijk dat dat zo is. En merk je dat ook? Nou, je merkt het altijd indirect. Dus vaak als leerlingen wat minder goed presteren en je gaat kijken wat daarachter zit, dan heeft bijvoorbeeld uitgaan daar absoluut veel mee te maken. Helaas zie ik heel vaak in het weekend kinderen als jullie, kinderen van deze ouders misschien, op de spoedeisende hulp in the middle of the night inkomen. Denk je dat het echt een probleem is? Bijvoorbeeld jou of mensen uit je omgeving dit alcohol onder de 18? Sommige mensen wel, want die zijn er meer gevoelig voor. En die gaan, die weten hun grens niet. En als laatste een oproep aan iedereen in deze regio. Geef het goede voorbeeld. Want alcohol gebruikt het niet alleen om de jongeren in onze regio te helpen. Heeft u thuis regels omtrent alcohol? Ja, dat er niet gedronken wordt. Heeft u op school wel eens meegemaakt dat een scholier alcohol bij zich had? Ja, heb ik meegemaakt tijdens een stunt. We houden scherp toezicht dat bij een stunt niet gedronken mag worden. Maar helaas, leerlingen vinden het des te leuker om bij een stunt te drinken. Waarom is het alcoholgebruik hier in het Gooi zo verzorgelijker dan in het landelijk gemiddelde? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Het is inderdaad wat hoger gebleken uit één bepaald onderzoek. Dat is het EMOVO-onderzoek dat onder scholieren uit de tweede klas en uit de vierde klas gehouden wordt. Daarop scoren ze inderdaad de jeugd van Gooi een verstuk hoger ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Maar hoe dat precies komt, dat is niet uitgevraagd. Denkt u dat wat betreft alcoholgebruik strenger of minder streng bent ten opzichte van de omgeving? Nou, ik denk gelijk. Ik denk niet dat ik heel anders daarin sta dan de andere ouders. En heb je het al eens met mensen in je omgeving daarover, wat de regels zijn? Nee, nog niet zoveel eigenlijk, nee. En zou dat denk ik u helpen? Of om van elkaar te leren hoe je nou het beste bijvoorbeeld je kind kan aanspreken? Ja, ik denk dat dat best wel handig is om eens van andere mensen te horen hoe die dat doen. Laatste vraag. Hoe denk je dat dit manifest bij kan dragen aan het stoppen van alcohol drinken? Nou ja, wat ik net zei is denk ik het belangrijkste. Het is een stukje van het gesprek daarover met zoveel mogelijk verschillende mensen. Zoveel mogelijk aandacht voor het onderwerp. Zodat je langzaam de cultuuromslag krijgt. Want de wet is al veranderd, hè? Niks 18. Maar voordat dat ook echt in de praktijk zo is, daar is tijd voor nodig. Vroeger kon je gewoon, stonden er op feestjes, stonden er bakken met sigaretten waar iedereen uit kon pakken. Dat zou nu niemand meer normaal vinden. Nou, zo zal dat ook hopelijk gaan hiermee. En wij willen daar met het manifest een steentje aan bijdragen. Een manifest is een goede stap in de juiste richting. Het is goed dat scholen nu hun handen in elkaar slaan om dit probleem aan te pakken. Wij hopen wel dat er nog meer panelgesprekken komen, zodat er meer discussies en meningen uitgedeeld kunnen worden onderling met ouderen, professionals, jongeren en natuurlijk met de scholen. En wij hopen dat hierdoor dus een oplossing kan gevonden worden voor dit probleem.